voor mijn gevoel een van de veiligste hotels van Nederland en misschien wel van West-Europa een beetje chargeren mag. Aan de grote markt van het pittoreske Bergen op Zoom staat het oudste hotel van Nederland. Een luxe hotel waarvan de eigenaar overtuigd is dat het een van de best beveiligde hotels in West-Europa is. Hij daagt Theo en Evert uit. Elke uitdaging waar je voor staat, die moet je aangaan, omdat dat mede een manier is om de spiegel voor je gezicht te krijgen. Daar kun je verschrikkelijk veel van leren. Verder worden Theo en Evert uitgedaagd in de mini-kraak. Zal het hen lukken om binnen anderhalve minuut binnen te komen? Dat allemaal in deze aflevering van De Inbreker. Nou, beste mensen, van harte welkom in 600 jaar historie. De nachtportier sluit om 12 uur de elektrische deur met de knop de sleutel. Dan kan er helemaal niemand meer in. Daar staat ook de monitor waarop men kan zien wat er op de diverse overlopen gebeurt. Dan gaan we nu richting de ontbijtzaal, waar wat van mijn privéverzameling zilver staat. Goed afgesloten, achter slot en grendel. En dan gaan we weer deze kant op. Dan hebben we hier de allernieuwste vleugel van dit hotel. En dan hangt hier weer een deel van mijn privécollectie antieke landkaarten. Het is inderdaad heel makkelijk om ze mee te nemen. Maar de camera kijkt mee. In 1512 logeerde hier Albrecht Dürer, een bekende Duitse wetenschapper en tekenaar. Prins Hendrik was regelmatig te gast. Willem Drees, Godfried Bomans. En ook onze Theo wil wel een nachtje komen slapen. Ruim voor de geplande inbraakdatum gaat hij op bezoek. Gewapend met een verborgen camera en buiten medeweten van het personeel. Goedemiddag. Ik was van plan om met vier mannen hier te overnachten. Heb je even tijd om mij een kamer te laten zien? Ja, dankjewel. Oh, dat ziet er mooi uit. Ja, er zijn de kamers aan de voorkant. En je hebt gewoon een mooi uitzicht op. Had ik al bekeken, ja. Oké. Ik heb genoeg gezien. Ik zal nou wel een bakje koffie lussen. Had ik al een doolhof hier. Dus, als je niet gewend bent. Het gebouw. Ja. Ik kom weer terug naar de ja. Die is dag en nacht bemand. Ja. Dat bewaakt ook over de parking. Of waar zijn die camera's opgericht? Er staat ook wel een camera op de achterdeur nog die per toe wilt wisselen. Oké. Goed systeem. In combinatie met de nachtwaker moet het werken. Leuke dingen man in de kast. Mag ik toch een foto van knippen? Ik heb op de website gekeken en er staat ook op dat ze hier van die oude tekeningen hebben hangen. Klopt, ja. Waar hangen die dan? Ja, het hangt bij ons op de overloop. Ik zou ze heel graag willen zien. Even kijken, en hier? Ja, hier beginnen dan de. Maar hier zit geen camera op. Ja, maar die. Ik wil er even een foto van maken, mag hè? Dat gaan we wel hier, hè? Ik heb bij jou ook wat smoesje. Okay. Ja, ik heb wel zin. Theo rond zijn brutale studiereis af. Als de nacht gevallen is, observeren Theo en Evert samen het hotel. Vooral de nachtportiers hebben hun volle aandacht. Wacht, ik zie beweging. Dan loopt iemand. Hé, een beetje praten. Zie je dat? Dat is porteur. Zeker weten? Ja, zeker. Okay. Oh, ja. Wat gaat hij doen? Gaat hij nou de zaak checken? Ja. Even kijken. Hij komt terug. Kom. Kom, we lopen die kant uit. Even kijken, Peter. Kom op. Hier. Huh? Ga weer. Hij komt terug, hè? Evert. Hij komt terug. Hey, er is ook iemand binnen. Twee man? Stop, zeg ik, ja. Wat is dat? Hij is. Oké. 4, 3, 9, 8, 10.
De portiers vormen niet het enige probleem. Ook de rest van de beveiliging ziet er waterdicht uit. Hey, volgens mij is dit de kelder. Huh? Moet je hier kijken. Ja, maar is dat die van de buren? Oké, laat het even. Het object is van binnen en van buiten minutieus in kaart gebracht. De uitdaging is pittig, dus Theo en Evert bespreken uitgebreid hun werkwijze en de mogelijke buit. Nou, we hebben kunnen zien dat er 's nachts 2 portiers zitten. Dat wordt pittig, moeilijk. We hebben ook gezien, wanneer die eindjes een rondje gaat maken, dat het toch wel een tijdje duurt. En dat is het moment dat jij naar binnen moet klimmen. Hoeveel minuten heb ik om hier naar binnen te komen? 2 minuten. En hoeveel minuten heb je de ronde te doen? Hij blijft een minuut of 6 weg. Dan heb ik tijd zat. Ja. Het probleem hier is wel, hier hangt ook een camera. Die spot je gelijk. De portier die hier beneden zit, die kan je wel zien. Als je op de monitor kijkt. Ik wil even die foto's kijken. Wil je de foto's kijken? Nou, kom. Nou, het is zilverwerk. Kijk. En dat is leuk. Ja? Die zijn weliswaar beveiligd, hier. Mm-hmm. Wat is die zwarte knopje daar? Bij die, daar zit aan- en uitknopje. Hoe is de vlugroute hier? Die zit hier. 2 vlugroutes. Even hieruit, hier zit ook een trap. Hè? Dat is nooduitgang. Aha. Die moeten ze openlaten. Een hele uitdaging. Het is een heel grote uitdaging, maar ik ga ervoor. Qua beveiliging heeft hij het wel goed voor elkaar. Maar er zagen we toch wel een paar zwakke plekjes aan. Ik heb al een keer zo'n alarm gehad ook. En het is voor mij makkelijk. En daarom zeg je van, met dat vitrinekastje, met het alarm, daar ben ik niet bang voor. Alleen wat ik zeg van, het is voor de eerste keer dat we met mensen in de gebouw, de beveiliging in het gebouw loopt. Die ene die aan het stofzuigen kun je altijd van beneden zien. Maar wat die andere doet, kunnen we niet zien. Nee. Dus het is voor ons een gokje van, oké, we gaan ervoor. Alleen we moeten gewoon alert, heel alert. En toch snel? Snel. Hoe langer dat even binnen zal zijn, zal ik pakkans des te groter zijn. Oké. Na de minikraak leggen Theo en Evert de laatste hand aan de voorbereiding. En dan gaan ze van start. Ze breken in terwijl de eigenaar toekijkt. In de minikraak testen inbrekers de beveiliging van willekeurige huizen in Nederland. Ter plekke vragen we iemand of we in zijn of haar woning mogen inbreken. Ik mag toekijken hoe je het doet. Ja. Oké. In slechts 90 seconden moet de klus geklaard zijn. Met het raampje open. Ja. Nou, Evert, wat mij betreft mag je meteen aan de slag. Ja. Ze hebben gewoon, als ze binnenkomen, zien ze sowieso de ladder. Ja, het is zo gewoon, dat ding staat er en die blijft daar staan. Ja, ik ben eigenlijk een beetje laks, hoor, moet ik zeggen. Tijd voor Henk, onze beveiligingsman. Het valt me hier op dat uw deuren, zowel aan de voorkant als hier aan de achterkant, allemaal prima op slot zitten. Er zitten 3-puntsluitingen in met goed veiligheidsbeslag. Wat me echter wel opvalt en wat ik heel typisch vind, is dat uw raam in de keuken, wat hier bovenin zit, niet beveiligd is. Maar dit is de zwakke plek van uw woning in mijn optiek. Ja. Ja. Toch koos Evert niet voor deze. Nee, Evert nam dit raam niet omdat hij zelf iets forser van postuur is en niet het risico wou lopen dat hij bleef hangen. Vooral hij is op het moment ook wat zwaarder gekleed natuurlijk als in de zomermaanden. Dus je hebt wat meer kleding om je heen, dat stroopt op als je je doorheen probeert te laten zakken. Dus voor hem is het wel een risicoraampje. Maar als je een wat
smaller en wat ranker postuur hebt, dan glij je er zo door naar binnen. Terug naar Bergen-op-Zoom. Met zijn 600 jaar is dit het oudste hotel van Nederland. Ja. Waren er nog... De baas vertrekt en laat zijn hotel volgens hem veilig over aan de nachtportiers. Moeten geen gasten meer naar binnen komen? Oké. Hij gaat met Theo in de bus toekijken. Evert prepareert zich voor de kraak. Ik heb kruisje. Oké. Wat je zei over die alarm? Die zwarte knopje? Uitschakelen, dan heb ik... Dat is mooi. Nou, deze spullen in je zak. Okay. Frans Hazen. Ik ben Theo. Dag Theo. Jeroen Bellekans. Terwijl Evert op het plein wacht tot de nachtportier met zijn buitenronde begint, gaan hotelier en zijn kok de bus in om de inbraakpoging op de voet te volgen. Dat is de collega die ik op televisie heb gezien. Ja, dat is Evert. Dat is Evert, ja. 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 Eddie. Dat is Eddie, ja. Nou, dan maak ze een rondje. Evert had nou gezien dat je het hoekje om gegaan is. Nou, ja, alleen maar wandelend het hoekje om. Dat bedoel ik. Ja, ja. Kijk eens. Waar is je nu? Bij het bierluik. Bij het bierluik. Oh, het Fusterluik. Het Fusterluik. Dat is heel makkelijk. Zo is hier, dat is zo binnen. Ja. Die is jou. Hij is al binnen. Hij is al binnen. Een schermbouw vergeten. Ja, dat is niet goed gedaan. Nee. Hij is nu in de wijnkelder. Kijk, ja. Als je nou maar voor zichzelf een goede fles whisky uitzoekt. Volgens mij had hij die al. Ja. Hij had een fles wijn bij. Het is wel een kenner. Ja, oké. En nou is natuurlijk maar de vraag van hoe kom ik in het hotelgedeelte? Via de oude ingang. Ja, dan gaat hij zo naar de keuken. Ja, dan is hij binnen. Ja, dan is hij binnen. Ja, dan is hij binnen. Okay. Hij is nu in de Albrecht Durenzaal. Een van de vergaderzalen. En dan loopt hij zo links. Loopt hij de ontbijtzaal. Kijk eens. Oh, is er iets van waarde daar? Daar staat mooi zilver, kijk. Ja, is dat beveiligd? Of? Daar staan van die gillers erop. Oké. Laten we even luisteren. Daar staan van die gillers op. Bij de deuren en daarachter ook. Hij zat met een haak hier. Hij heeft een ijzeren haakje in zijn hand. Daar zitten ook speciale sloten zitten daar ook in. Maar ik hoor geen alarm. Hij heeft hem er niet opengeschoven. Oké. Kijk, hij ligt hem eruit, maar dan moet hij toch gaan gillen. Maar dan heeft hij waarschijnlijk met dat palletje natuurlijk dat dingetje op gezet. Dan kan. Tot zover gaat het goed. Maar het risico blijft dat Evert betrapt kan worden door de bewaker. Dat is privé zelf, ja. Hij neemt van alles mee. Nou, ben ik benieuwd hoe dat hij wegloopt. Je natuurlijk via dezelfde zaal. Ik denk dat je het gaat stashen op de plek waar hij binnen is gekomen. Ja, ik denk dat. Dat is de plek waar hij binnen is gekomen. Ja, natuurlijk, hij stasht het daar. Voor het geval dat hij weg moet. Dat is bij de toiletten. Ja. En dan komt hij zo. Dan gaat hij zo het hotel in. Die deur, er zit ook een giller op, die heeft hij net afgezet. Ja. Even kijken. Is dat een hotel dan? Dat is een hotel, ja. Gaat die door naar binnen? Ja, hij heeft ook ingebroken. Zo, dat is het hotel. Voor hetzelfde geld. Voor hetzelfde geld ligt er iemand te slapen. Ja, dan heeft hij dus een probleem. Ik moet er niet aan denken in ieder geval. Kijk hoe hij het doet. Oh ja, kijk. Ja. Hoppa. Ik begrijp niet waar die nachtportiers zijn. Ze kunnen natuurlijk ook niet overal tegelijk zijn, hè? Ja, dat is op de tussenverdieping. Ja, die breekt eruit. Dat breekt hij eruit. Dat is in de suite, kamer 206. Ja. Oh, ja. Dat heeft u vlug gezien? Ja, daar zie ik zo mee blij wat er staat. Hè? Ik weet het niet. Volgens mij is deze kamer bewoond. Pakt die iets weg.
Kijk, en nu zit hij op de eerste verdieping. Ja. Dan gaat hij naar beneden. Dan gaat hij naar beneden, bij de overloop. Ik begrijp beneden? De receptie beneden. Dus ik begrijp godverdomme niet waar die nachtportier uit hangt. Ja, die zit hier, want hij kwam ja, maar die ja, zag net een beweging. Maar dan moet hij toch godverdomme horen. Waar is hij nou toch? Ja, hij gaat iemand bellen. Hij gaat iemand bellen. Oh, die gaat de receptie bellen natuurlijk. Van ja. Jongens, ik ben binnen. Nee. Oh, is een collega. Ah, ik ken hem niet. Afleidingsmanoeuvre. De portier wordt weggelokt bij de beveiligingsmonitoren. Zo kan Evert ongezien op zijn volgende doel af. Maar als je René toch in de receptie zit, dan moet je toch weten wat daar... Ik weet het niet, hoor. Maar hij gaat nog steeds in gang. Kijk, waar is hij nu? Hij is nu bij de flyover, de doorgang van het moedergebouw van de draak. Wat pakt hij nou dan? Hij pakt nu vrij kostbare antieke prenten. Okay, uit mijn privéverzameling. Dus toch een kenner. Terwijl de handlanger aan de voordeur nog steeds goed zijn werk doet, komt de tweede nachtportier terug van zijn buitenronde. Eerder dan verwacht. En hij krijgt Evert in het vizier. Oeh, dit is voorzichtig, jongen. Ik hoop dat hij... Oh, dat moet hij nooit doen. Oeh, hij rolt hem zo op. Dan heeft hij dit aan. Dat is een probleem. Ja. Dat is een probleem. Dat snap ik. Net op het moment dat Evert zich uit de voeten wil maken, komt hij oog in oog te staan met de bewaker. Oeh, hij is betrapt. Natuurlijk, ja. Die heeft hij gehoord. Ja. Ik zei straks, hij is er nooit betrapt, maar dat is dan de eerste keer. Nou, hebben ze hem toch te pakken. Ja. Ik weet mijn zwakke plek. Ja. En je weet wat ze mee hebben kunnen nemen. En we hebben het aardig. En we hebben het aardig. Betrapt. En ja, ik bedoel, van dat risico neem ik en ja, ik kan niet verwachten dat ze snel zo boven komen. Is hij nog nooit betrapt? Nee, dat was de eerste keer. De eerste keer? Dat is de eerste keer. Oké, dan zijn we toch een redelijk veilig hotel. Dat denk ik ook, maar... Ja. Moet kijken hoe simpel hij binnen is gekomen. Ik heb in ieder geval laten zien dat ik binnen kan komen, binnen een moment van tijd. Zullen we naar het hotel gaan? Dat is goed. Ja? Oké. Wordt ik opgesloten? Nou, wordt opgesloten. Ja. Nou wel, de politie. Evert is betrapt. Nu eerst de minikraak en daarna zal in de ultieme test duidelijk worden of het hotel definitief goed beveiligd is tegen inbrekers. En in de minikraak krijgt deze keer Theo 90 seconden de tijd om in te breken bij een willekeurig persoon die we aanspreken op straat. Hoe is het met uw beveiliging? Voor is wel goed beveiligd, alleen achter is niet zo denderend. Waar wonen jullie? Hier op de dijk. Mogen we bij jullie inbreken als een inbraaktest? Voor mij wel. Ah, hier is het. Het raampje. Ja, ik weet het. Ik denk, dan komt het heel ding om beneden. Kunnen we niet hebben, toch? Ja, kunnen we gaan. Ja. Hij is wel binnen. Dus. Ja. Ja, dat had ik niet verwacht door het keukenraam. Nee, wat had je wel verwacht? Nou, ik had eigenlijk eerder verwacht via de achterdeur. Gewoon via hier? Ja. Nee, was te veel werk. Weer een klein raampje. Ik denk ook dat het foutje is wat een heleboel mensen maken. Ze focussen zich allemaal op de achterdeur of op een groot raam. Op buikhoogte bijvoorbeeld, waar de inbreker door zal komen. Maar deze golfplaten lenen zich prima om overheen te kruipen. En een inbreker heeft maar een heel klein raampje nodig om zich door naar binnen te wurmen. Ik ga op dit raam een afsluitbaar raamboompje plaatsen in de plaats van het raamboompje wat er zat, die afgeknapt is. Het afsluitbare raamboompje heeft als voordeel dat hij voldoet aan het politiekeurmerk en als zodanig toch gebruikt kan worden om en te ventileren en heel snel je raam af te sluiten op een deugdelijke manier. Evert is het hotel binnengekomen, maar is uiteindelijk betrapt.
Nu de confrontatie met de eigenaar, de beveiliging en dan de ultieme test. Lukt het Theo en Evert om nog eens binnen te komen? Ik heb het begrepen, René. Waar heb je het dan te pakken? Dat heb ik gezien op. Kijk eens. Dag meneer. Daar staat hij nog. Daar staat hij nou. Hè? Met mijn dure antieke prent in de Pollekes. Je hebt een hele goede beveiliging, man. Ja, nou, Eddie, jongen, van harte gefeliciteerd. Maar het verbaasde mij het gemak waarmee het ging. En wat mij helemaal verbaasde was het feit dat je het zilver zo mooi in een laagje kon inpakken. Terwijl de andere nachtportier beneden bezig was. Maar die was aan het stofzuigen natuurlijk. Die was aan het stofzuigen en ja. Die hoort me niet. Dus, en die hoorde jou niet. En misschien niet te hebberig. Dus alleen met de zilver genoegen hebben nemen en dan wegwezen. Ja, hè, toch? Ja. Nou, moet je kijken wat ik allemaal meeneem. Ja. Dat is de moeite waard. Daar kun je een paar euro-stuivers van maken, hè? Ja. Wat is zo de waarde van datgene wat Evert meegenomen heeft? Dit allemaal tezamen, dat... dan praat je toch gauw over enkele duizenden euro's. Dat lijkt me. Volgens mij, het kan meer. Ja. Want ik bedoel van, kijk, wat ik zo net zei... Ja, portemonnee. De portemonnee, ja. Paspoort. Ja. Met paspoort? Ik heb een aantal leermomenten gehad, dus... Als jullie volgende week nog proberen binnen te komen... dan weet ik geheid dat je een hele lastige job hebt. Okay. Die uit de dag in Nederland. Maar eerst helpen we de eigenaar bij het aanpakken van de zwakke plek. Hij wil dat de beveiligingsspecialist het bierluik... aan de zijkant van het hotel hermetisch afsluit. Zo, die ligt weer op zijn plek. En om nu te voorkomen dat je hem van buitenaf weer los kunt pakken, heb ik er aan de onderkant balken opgelast en daarna een ketting bevestigd die we met een spanner aan de muur vastzetten, zodat je altijd aan de binnenkant eerst de boel moet losmaken alvorens je de spullen van buiten naar binnen kunt brengen. De vitrinekasten in de ontbijtzaal, waar Evert al dat mooie zilverwerk vlot uit kon halen, worden met een heel nieuw verklikkersysteem beveiligd. Om te zorgen dat er bij de receptie ook een signaal afgaat als er ergens in het gebouw een vitrinekast wordt geopend, hebben we op de kast een contact gemaakt die pas geopend kan worden op het moment dat je daar een geautoriseerde sleutel voor hebt. Mocht er nou toch ergens in het pand ongeoorloofd een vitrine worden geopend, gaat hier bij de receptie een rood ledje branden en je hoort een licht akoestisch signaal. Aan het ledje kan de receptionist precies zien welke vitrinekast er geopend wordt om op snelst actie te ondernemen. Daarnaast hebben we uiteraard de hotelkamerdeuren allemaal goede nieuwe cilinders ingezet en deugdelijke veiligheidsrosetten, zodat het breken van de cilinders niet meer mogelijk is. Dit hotel zit potdicht. Tenminste, dat meent de hotelier. Nu hij de zwakke plek heeft beveiligd. Vermomd als glazenwasser nemen Evert en Theo nog één keer de proef op de som. Of ze binnenkomen, dat ziet de eigenaar zelf, want hij kijkt weer live mee. Nee, dat wordt hard werken. Ja. Dat denk ik niet dat dat lukt. Hoppa! Hey, joh. Maar dan zul je toch een flinke klem moeten maken, vriend. Joepen, zal maar uit in de lijn. Een deur ommaken. Nog beter. En dan loopt er nog fietsen voorbij. Schitterend. Evert en Theo zijn binnengekomen via een plek die de eigenaar over het hoofd heeft gezien. Ze lopen binnendoor naar het kantoor waar de baas zit. Ja, dat wordt een biefstukje mee eten, denk ik, hè? Ja. Hallo! Hé, hey, kijk eens. Dan kom je toch een biefstukje mee eten via de keuken. Ik kom toch binnen? Ja. Ja, dankzij de trap van mijn vriend. Ja, en dankzij de trap. Ja, rond deze tijden. Je ziet volle bedrijvigheid. Ik moet nou voorstellen dat er geen mensen in zijn. Ja. Ja. En is dat nog steeds... Een zwakke plek. Dan is het bovenin de zwakke plek. Ja. Alleen het raam nog. Voor de verdere rest is uw hotel gewoon goed beveiligd. Ja. Geen Fort Knox. Mensen zijn alert. Ja. Uw twee nachtportiers. Ja. In combinatie met de goede beveiliging op het klapraampje. Ja. Dan hoeft u geen zorgen meer te maken. Overmorgen is het best beveiligde hotel van West-Europa. Oké. Okay. Dus, bedankt voor de wijze les. Bedankt. Ja, is goed. Nogmaals bedankt voor de wijze les. Ja? Ja. Bedankt. Bye. Tot ziens. Bye.
Thank you.